Ja, Floris van den Berg, filosoof, ja. Auteur van heel wat boeken al. En nu een nieuw boek, ja. De Vrolijke Feminist. Ja. Even de titel uitleggen. Het feminisme of de vrolijkheid? De beide. Beide. Nou, het makkelijkste beginnen, de vrolijkheid zit erin dat ik denk dat een wereld die feministisch is, vrolijker is dan een wereld die dat niet is. In een wereld waarin mannen en vrouwen samen in één ruimte kunnen zijn, waar je met elkaar op een normale, niet-seksuele manier met elkaar kan omgaan, is vrolijker dan in een samenleving met al die taboes. Dat is één. Feminisme heb ik gekozen omdat ik denk, ik ben een slachtofferdenker, ik kom op voor slachtoffers. En als je wereldwijd kijkt, is er dus weinig reden om vrolijk gestemd te raken als het gaat om vrouwen. De onderdrukking van vrouwen wereldwijd is enorm groot en eigenlijk het besef dat wij in het Westen op een klein eilandje zitten, een feministisch emancipatie-eilandje, dat is, ja, heel veel mensen beseffen dat niet, hè, dat dat een heel uitzonderlijke situatie is. En ik wil eigenlijk dus opkomen voor, ik denk dat het belangrijk is ook juist dat mensen in de vrije wereld ook opkomen voor vrouwen wereldwijd en ook het oog houden voor in onze eigen kring, voor de vrouwen die dat niet hebben. En dat is een man die dat schrijft. Kan eigenlijk een man wel, ja, is dat wel de juiste persoon om op te komen voor vrouwenrechten? Ja, dat zou hetzelfde zijn als je opkomt als, kijk, als je als mens opkomt voor mensenrechten, dan kom je dus ook op voor rechten voor mensen die niet jouwzelfde huidkleur hebben. Of je komt als heteroseksueel voor de rechten van homoseksuelen. Zo moet je het zien. He, dus iemand die opkomt voor feminisme is iemand die opkomt voor de gelijke rechten en de gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen. En dat is dus totaal irrelevant of die persoon man, vrouw is, hoe oud, wat voor huidskleur hij of zij heeft. Mm-hmm. Dat is totaal irrelevant. En mijn stelling is eigenlijk ook dat iedereen, dat eigenlijk iedereen daar wel voor feminisme is, hè, dat eigenlijk is er niemand, nou, behalve die salafisten waar jij over schrijft, is er verder niemand tegen gelijkheid van man en vrouw, maar de meeste mensen zijn heel erg mak en ingeslapen, spreken zich niet uit over feminisme. Kijk, ik geef college en er zitten dus ook heel veel studenten, maar, en daar is voor gestreden dat die daar mochten zitten, maar nu zitten ze er en nu zijn ze eigenlijk, ja, en ook de mannen vinden het evident. Ja. En kijk, het is wereldwijd niet evident en het is ook niet evident dat het zo blijft. Mm-hmm. Dus ik vind het belangrijk dat het besef is dat het belangrijk is om je ook gewoon feminist te durven noemen. Tuurlijk ben je feminist en dan moet je ook daarvoor uitspreken en ook wat je inzetten voor slachtoffers waar dan ook. Kan je de drie belangrijkste punten aanhalen waar het feminisme nodig is? Feminisme is nodig. Ik maak onderscheid tussen klein feminisme en groot feminisme. En in Nederland, als je de bladen opzij leest, gaat het eigenlijk vooral over klein feminisme. Dat betekent van, nou ja, vrouwen stoten tegen het glazen plafond, er is een loonkloof, er is alledaags seksisme. Belangrijk. Maar dat gaat eigenlijk vanuit dat er al gelijke rechten zijn. Dus dat is klein feminisme. Groot feminisme is dat vrouwen worden verkracht, dat ze worden vermoord op vrouw zijn, dat hun kinderen worden mishandeld, dat ze gedwongen moeten trouwen. Dat is de grote belangrijke, ik zou zeggen belangrijker issues. En daar is eigenlijk een beetje minder aandacht voor. En ik vind ook, ik vond het als een erg chockerend om te zien dat ook in onze vrije samenleving, dat er dus vrouwen zijn die nog steeds worden uitgehuwelijkd, die worden vermoord omdat ze in de ogen van hun man of hun familie onzedig handelen, dat ze worden besneden en dat wij daar eigenlijk, ja, vrij weinig aandacht aan besteden. En dat vind ik dus een falen van de liberale rechtsstaat, want de essentie van een liberale rechtsstaat is dat ze alle individuen die burgers zijn in dat land ook beschermen. En dat doen we dus niet, zolang dus vrouwen dus vermoord worden, mishandeld worden. Ja, dat doen we. En dat is een falen. En ik vind dat we daar oog voor moeten hebben. Is je boek eigenlijk een oproep dan? Om laten we zeggen, word feminist? Ja, word feminist. Durf je uit te spreken. En het is eigenlijk gewoon een appel tot actie. En ook een kritiek eigenlijk op het, ja, wat ik al het postmodern feminisme noem. Wat ook losgezongen is van de rationaliteit en redelijkheid. Ik wil het gewoon plaatsen in het idee van mensenrechten. Ja, een uitbreidende morele cirkel, opkomen voor slachtoffers, daar plaats ik het in. En ook een kritiek, en dat is het volgende punt,
dat ik zie feminisme als onderdeel van een emancipatiestrijd, een uitbreidende morele cirkel. En je streeft hopelijk, in ieder geval ik als filosoof, streef je naar consistentie. En het is raar als je wel tegen de ene vorm van onderdrukking bent, maar niet tegen de andere. Dus ja. Het zou raar zijn als ik zeg ik ben voor vrouwenrechten maar tegen homorechten, of ik ben voor homorechten maar tegen rechten voor de vrouwen, of ik ben voor rechten voor blanken maar tegen de rechten voor zwarten. Dat klinkt allemaal absurd. Maar wat nou het rare is, dat er heel veel feministen zijn die zeggen van ik kom op voor de rechten van vrouwen. Hè, dus ik vind dat vrouwen onderdrukt worden, maar eenzelfde soort onderdrukkingsmechanisme is ook hoe wij niet-menselijke dieren onderdrukken. Ja, daar moet je me een beetje meer uitleg bij geven. Je hebt ook een boek geschreven, De Vrolijke Veganist. Ja. Is er eigenlijk een link tussen dat ene boek en het boek De Vrolijke Feminist? Ja, eigenlijk het idee, dat vrolijk zit er nog in, dat een wereld zonder die onderdrukking van die categorie een betere vrolijke wereld is. En ik zoek dus de achterliggende idee van dat boek, van die boeken, is dat er dus slachtoffers zijn. En de grootste slachtoffers in onze samenleving, nou, in onze samenleving zijn dieren, want die zijn een veel grotere categorie dan vrouwen, maar ook vrouwen wereldwijd. Dus ja, ik zoek dus, en juist door te focussen op één groep slachtoffers, dan zie je dat helderder. En daarom heb ik nu een boek over, specifiek over vrouwen geschreven, omdat dat nodig is, denk ik. Ja, en wat denkt je vrouw Annemarieke daarvan? Ja, leuk dat je dat vraagt, want eigenlijk al mijn werk is ontstaan in denkdialoog met Annemarieke. Dus als je haar zou interviewen, dan zou ze het ook dezelfde antwoorden geven. Dat vinden mensen soms wel eens vreemd, maar dat komt omdat we dan al het proces ernaartoe werken. We praten net zo lang door totdat we het met elkaar eens zijn. En eigenlijk kan je, ja, als je nu erover nadenkt, dat John Stuart Mill heeft zijn boek On Liberty, wat ik een van de belangrijkste boeken uit de filosofie vind, opgedragen aan Harriet Taylor, omdat dat zij dat ook in denkdialoog is ontstaan. Tragisch is dat John Stuart Mill en Harriet maar een paar jaar samen hebben kunnen zijn, omdat eindelijk toen hij met haar kon trouwen, toen is ze een paar jaar later overleden en ik ben al vele jaren gelukkig samen met Annemarieke en ik hoop dat er nog verder ook nieuwe boeken in denkdialoog zullen schrijven. Oké, dankjewel.